Ja, goedenavond allemaal. Is mijn scherm nu zichtbaar op het befaamde YouTube-kanaal? Yes. Ja, de Mipico. Corona-stijl zou ik willen zeggen. Het vogelaarsalternatief voor de pubquiz op vrijdagavond. Dus ik zou zeggen, pak een biertje erbij. Enjoy. En geniet ook van de spanning. En dat gaan we als volgt doen. De opzet is denk ik redelijk herkenbaar voor de meesten. Raad de soort. Alles kan in Nederland. Dat betekent dat ik me niet precies hou aan wat in welk geografisch gebied dan ook gezien is. Maar dat het wel kan in Nederland. En dat dat dus iets is waar je rekening mee zou kunnen moeten houden. Op het moment dat je met je verrekijker om je nek in het veld loopt. De inzendingen kunnen gedaan worden in het Nederlands of in het Engels. Qua soortnaam. We volgen daarbij de taxonomie van, zoals die gebruikt wordt in dus birding en dus ook wel van de CSNA. Voor de meesten zal dat breed bekend zijn. Ik heb 30 mystery birds voor jullie geselecteerd en die gaan we steeds 30 seconden laten zien voor determinatie en vervolgens 10 seconden schrijftijd. Nou, so far so good zou je kunnen zeggen. In English, for those from abroad, if you're out there and if you're taking part in this competition, please leave a comment in the chat box, and then we can take that into account. This lecture will be in Dutch, but solutions can be sent in English as well, and solutions will be given in English as well. Even kijken, zijn er zoveel opmerkingen op de chatbox? Vragen? Nee. En wat goed is om te melden, want hoeveel mensen hebben wij nu in het kanaal, Dierert? 200 mensen, ja, dat is wat meer dan ik gewend ben. Dus ook voor mij is dat aftasten hoe dat gaat lopen in scoren. En ik heb ook een shootout voorbereid. Sterker nog, ik heb zelfs meerdere shootout rondes voorbereid. Dus we gaan uiteindelijk naar één winnaar toe. Al moeten we tot middernacht doorgaan. Wat ook belangrijk is qua praktische kant, is het invulformulier. Daarvan hebben jullie al een link kunnen zien. Ik weet niet of iedereen dat gezien heeft. En staat die inmiddels ook in de chat? Dat is misschien nog wel goed. Dus daar is een Google Forms formulier wat je digitaal kan invullen. Nou, dat vraagt om wat gegevens van jou, zoals je naam. En uiteraard daarin per vraag met de vraagnummers al aangegeven van 1 tot en met 30 de soortnaam. Ik raad aan dat je dat gewoon doet tijdens de competitie. Dat kun je in een ander scherm doen. Je kunt het eventueel ook op je telefoon doen. De interface werkt prima ook op een telefoon. En ik raad ook aan dat je je antwoorden even gewoon met de hand opschrijft als backup. Mocht je tijdens de competitie ergens een fout tegenaan lopen met het formulier, je bent opeens je pagina kwijt, dat je dat nog achter de hand hebt. Nogmaals, we doen dus 30 seconden fototijd, dus voor determinatie dan 10 seconden schrijftijd. En de afloop maximaal 3 minuten om het formulier in te sturen. Dus dat moet wel echt rechtstreeks daarna gebeuren. Ik hoop dat het allemaal technisch goed werkt, ook voor jullie. Voor ons was dat qua organisatie natuurlijk ook even puzzelen. Het is anders dan dat we gewoon met z'n allen in de zaal zitten. Dus dat vraagt wat geregel en ook wat geluk dat het in één keer allemaal goed gaat. Wat corona-stijl in een Mibico ook betekent, is dat we even toch goed de spelregels gaan aanhalen. En daar ga ik toch even streng zijn. Ik denk ten overvloede. Maar toch geen hulpmiddelen. En dan kan ik me best voorstellen dat als je thuis zit, dat het misschien iets meer uitnodigt om bij die hele lastige, waar je net over twijfelt, een boek op na te slaan. Dat is echt niet de bedoeling. Dus geen boeken, geen apps, geen andere internetpagina's bezoeken. Hetzelfde geldt ook coronastijl voor geen contact. Dat betekent geen overleg. En tijdens de Mibico ook geen gebruik maken van de comments voor wat betreft de inhoud van de determinatieslides. Dus mocht je tegen een groot technisch probleem aanlopen, ja, de competitie zal doorgaan. Maar als dat massaal gebeurt, is dat goed om dat even op de comments te delen. Dan moeten we op dat moment kijken hoe we daarmee omgaan.
Maar verder oes en aas en ik weet wat het is, of zelfs een soortnaam tijdens het competitiegedeelte zijn echt niet de bedoeling. Ik denk dat dat duidelijk is. En ook even extra afstand houden. Dus mocht het nu zo zijn dat je om welke reden dan ook met meerdere vogelaars in één huishouden zit, ga dan even in een verschillende kamer zitten om echt iedere vorm van uitwisseling en de verleiding daarop in de heetst van de strijd zo laag mogelijk te brengen. Ik merkte dat ik in aanloop naar deze competitie al uit het hele land en zelfs iets van daarbuiten het fanatisme ervaarde. Dat het vandaag goed gaat. Schijnen mensen al weken in trainingskamp te zijn geweest en de dikke nieuws uit zijn hoofd geleerd te hebben. Dus dat geeft al aan hoe het fanatisme zit. En ook dat mensen zich afvroegen van hoe voorkomen we dat we vals spelen. Nou, dat doen we dus zo. En de essentie is gewoon integriteit. Net als in het veld. Vals spelen tijdens de Mibico is wat mij betreft gelijk aan stringen in het veld. Zeggen dat je een vogel gezien hebt die er helemaal niet zat. Dus laten we dat met elkaar doen. Ik wil ook vragen om iedereen gewoon zijn eigen naam in te vullen. Dus geen aliassen en geen trollen. Vertrouwen is goed. En soms is een klein beetje controle net iets beter. Dus aan het einde van de Mibico zul je ook een verklaring van goed gedrag zien om nog even aan te vinken. Met een knipoog, maar ook zeker met een serieuze ondertoon. En we spelen ook ergens voor. Het is niet alleen maar de strengheid. Nee, dit gaat ergens over. En het gaat wat dat betreft allereerst om deze verrekijker. Een Buizert 2 8x32. Beschikbaar gesteld, waarvoor dank door Vogelbescherming Nederland. Ik denk een mooie extra kijker voor velen. En altijd handig om nog iets extra's achter de hand te hebben. Daarnaast spelen we natuurlijk ook bovenal voor de eer. Wat ik aan het begin zei, we gaan door totdat we echt één winnaar hebben. Dat betekent de kijker, maar degene die de opzet van Texel kennen, dat betekent nog iets meer dan dat. Want als jij degene bent die vanavond als winnaar naar huis gaat, hoef ik niet te zeggen, want je zit al thuis, maar thuis blijft als winnaar, dan mag jij ook de volgende keer organiseren. Kunnen alle anderen, inclusief ik, weer meedoen. En zo delen we ook de last of de tijd of de verantwoordelijkheid om het goed voor te bereiden voor de volgende keer. En dit is wat mij betreft ook waar we een oude traditie, waarin dit ieder jaar een vast onderdeel was op de toen nog fysieke Dutch Birding Dag, waar we die weer in ere gaan herstellen. Dat we vanaf nu weer ieder jaar landelijk een Mystery Bird competitie gaan doen. Zoals we dat ook tijdens de Dutch Birding Week al op Texel doen. Maar dan toch vaak in een wat kleinere setting. Ja, tot zover. Dat zou mijn inleiding zijn. Dan is de vraag. Ja. Ja. How does the scoring go? One correct identification is 1 point. So we have 30 slides, 30 species. So the maximum number of points will be 30. And at the end, we have a shootout, if necessary, or more than one shootout until we have one winner. Okay. Any other questions? Andere vragen? Wil je nog meer regels delen in het Engels? Of, nee, niet afkijken. Don't cheat. That's the basic don't rule. Cheat. Yeah. Don't cheat. You will have 30 seconds for each answer. 10 seconds writing time. And the entry form has to be sent in after the last slide in the competition within 3 minutes. Dutch Birding Taxonomy. Species level, I think that's the English summary, freestyle. Okay. Nog andere vragen? Nee, niet. Nee, helemaal niks.
Nou, dan wens ik iedereen veel succes. Het is nog even goed om voor iedereen om ook zorg dat je helemaal bij bent live. Dus dat je niet 5 minuten achterloopt. Want het zou zonde zijn als je daardoor te laat je form uploadt. Want dan gaat namelijk de link dicht. Dus zorg dat je echt helemaal live bij bent. Dat is wel echt een belangrijke om nog mee te geven. Ja, alleen is het denk ik het ironische als ze dit horen terwijl ze achterlopen. Dat wij inmiddels met de competitie begonnen zijn als ze dit horen. Dat is wel waar, ja. Ja. Hey, lekker bezig, Martin. Echt een goede tip. Thanks. Ja, dankjewel. Oké, volgens mij kan ik uit beeld. Ik weet niet of ik nog in beeld ben. Ja, ik ben nog in beeld. En dan gaan we beginnen. Ik zou zeggen, succes allemaal. Good luck, everybody.
Ja, dat was de Mystery Bird competitie. Ik zou zeggen tot zover. Stuur hem zo snel mogelijk in. En we nemen even een pauze. Dat geeft ons ook de gelegenheid om een blik te werpen op de antwoorden en het nakijken in gang te zetten. En dan zijn we terug. Ik stel even voor om 9:10, dus 20:50. Juist, ik heb hem klaarstaan. Deel ik mijn scherm. Oké. Tot zo.
Welkom terug allemaal. We zijn weer klaar. We zitten er klaar voor de uitleg en ik geef het woord weer aan Diederik. Ja, goedenavond deel 2. Ik heb net even een heel snel blikje kunnen werpen op de oplossingen. Dus dat zal ik proberen op te nemen in de antwoorden. Waar het niet de bedoeling was om te communiceren tijdens de chat, tijdens de Mibico zelf, kan dat nu wel. Dus ik zou zeggen, lucht je hart met de oes en de a's met elkaar, zoals het normaal gesproken in een zaal zou gaan. Ik kan die zelf niet zien terwijl ik jullie dit zit te presenteren. Maar Diederik en Martin zullen mij daarop wijzen als dat ook voor mij relevant is. Deze openingsfoto deed natuurlijk niet mee. Een kleine Kortheen Leeuwerik foto van Arend Wassink. Dank daarvoor, Arend. En ik denk een van de nieuwe ID-frontiers. Want dit complex is of wordt redelijk gesplit momenteel. Dus bij de eerstvolgende en dus ook de eerste die we in Nederland gaan krijgen, dat moet toch een keer gaan gebeuren, hebben we er meteen een uitdaging bij om te bepalen welke van de vier, geloof ik, het gaat zijn. Ik ben daar zelf nog nooit in verdiept, dus ook voor mij is dat nog in het duister tasten. Maar jullie zitten hier natuurlijk vol spanning met de Mibico. Dat kan gebeuren als er een kleine hapering optreedt. Dat is het risico van dit. Tegelijkertijd hebben we, ik geloof, een kleine 150 inzendingen te pakken in de 3 minuten time window die daarvoor was. Dus dat is ook een redelijke klus die nu achter de schermen gaande is onder leiding van Martin en Diederik. Dit is foto nummer 1. En jullie weten, sommigen van jullie weten, die dat vaker met mij gedaan hebben, dat ik graag begin met een gewone soort. Om te kijken, als je die lang genoeg laat zien, wat iedereen gaat doen. En wat bij deze foto natuurlijk opvalt, is het donkere oog. Dat kan je aan een pont doen denken, maar als je naar die snavel kijkt, niet lang, stevig, duidelijke gonushoek, dat klopt niet. En in adult kleed pleit een donkere iris tegen een zilvermeel. Echter, niks is onmogelijk bij grote meeuwen, zou ik willen zeggen. Variatie is enorm. Maar als je een zilvermeel hebt in adult kleed met een donkere iris, dan zie je ook vaak iets van donkere tekening nog op de snavel. Dat heeft deze vogel niet. Nou, als we dan verder naar deze vogel kijken, wat valt dan op? Is dat de mantel vrij donker is. Dat is altijd natuurlijk lastig te beoordelen, exact zonder vergelijkingsmateriaal. Maar hij oogt zeker donker. En er zijn ook brede turtelkreskens, die lichte randen aan de turtels. Dat zit hier. Oh, en er komt dan meteen de locatie naar boven. Dus dan kan ik het ook niet langer stilhouden. Maar tot slot hebben we ook een rode oogrand. En dit is niet een gewone soort, maar dit is een Vega-meel. Vega-gul. Het was ooit een ondersoort van de zilvermeel, zoals Cachinans dat ook was. En dit is duidelijk een echt een determinatie-challenge in de WP. We hebben één geval daarvan. Een heel bekend geval van niemand minder dan Killian Mullarney himself. En ook hier zie je, dit is natuurlijk een vogel in winterkleed, die donkergrijze mantel, de brede kreskens hier aan de turtels en zelfs ook de schouderveren. Deze vogel heeft in januari zelfs nog zijn handpenruim niet helemaal voltooid. Typische wat diffuse vlekking op de kop en ook weer die donkere iris in combinatie met de roze poten, die vergat ik nog te noemen hier bij onze Mystery Bird. Dus echt een niet gestart deze keer met een algemene soort, maar meteen met een knaller. En ik heb al gezien ook een enorme kraker in deze competitie. Weinigen hadden hem goed, maar hij was wel goed geraden door die van een aantal mensen. Dan gaan we naar nummer 2. Nou, wat zien we hier? We zien hier een bruine zwaluw. Ding kan je de soortnaam ook in het Engels noemen voor de buitenlandse kijkers. Ja, ik dacht dat ik dat gedaan had. Oh, sorry. Vega-gul. Ik denk Vega. Vega-gul. Ik weet niet eens hoe je het precies uitspreekt.
En Vegameel dus in het Nederlands. Ik zal aan het einde ook nog alle oplossingen een keer laten zien. At the end I will show all the solutions as well in English. First one was Vegagirl. En hoe sluit je Stepgirl uit? Vraagt Gijs Betwicht. Dat is een goede vraag. Misschien dat een van de deelnemers me daarbij kan helpen. Ik denk dat dat vrij lastig is. Hè. Dat is volgens mij Mongolicus. Ik zou daar een iets andere snavel bij verwachten. Ik heb eigenlijk onvoldoende bekend met de variatie van de mantelkleur daarvan. Oeverzwaluw is dit. Dus die geef ik meteen maar even weg. Een bruine zwaluw. Oeverzwaluw is het meest logische kandidaat. Je ziet natuurlijk, zijn de staartveren goed zichtbaar. Die sluiten rotzwaluw en ook vale rotzwaluw uit. Je kunt hier nog denken aan een vale oeverzwaluw. Dat is een soort, net als vale rotzwaluw uit Noord-Afrika. Ergens ook iets om mee rekening te houden. Hè? Je kunt zeggen, als Horus kan, dan kan dat ook. Maar wat je hier nog net ziet, is de keel is licht. Je ziet nog iets van hier een donkere zijborst, denk ik. Bij vale oeverzwaluw is de keel iets donkerder. En is de borst wat lichter dan de keel, of in ieder geval dezelfde kleur. Dus oeverzwaluw, St. Martin. Foto gewoon uit Nederland. Ja, dan komen we bij foto nummer 3. De aanwezigheid van deze naakte huid hier, dat maakt natuurlijk al meteen duidelijk. Dit is geen kuifhalsproever. En wat dan opvalt is het geel hier op de teugel. Een duidelijke pointer voor geoorde aalscholver. Echter, bij geoorde aalscholver is dit doorgaans dieper, helderder geel. Soms zelfs oranje-geel. Dus een gele teugel is niet meteen feest. En wat je dan nog meer hebt als ondersteunend kenmerk is hier die onderrand van de bevedering over de ondersnavel. Die loopt hier uit in een punt, zoals we kennen van aalscholver. En bij geoorde aalscholver is dit een rechte afscheiding, dus loopt die bevedering niet op de ondersnavel door. En tot slot hier die lichte tekening van de veren. Dat is slechts een smal randje bij geoorde aalscholver. Dus dit is een gewone aalscholver. Common or Great Cormorant. Ook weer gemaakt in Nederland. Ter vergelijk, hier zie je mooi uitgekleurde, hè, dus wat dat betreft minder Mystery Bird-achtige geoorde aalscholvers uit Canada. Daar zie je hoe helder gekleurd die teugel kan zijn. Die hier aan de onderkant rechte afscheiding en met slechts een smalle lichte veerrand. Dan komen we bij foto nummer 4. Nou, wat iedereen hier denk ik wel in zag, was dat dit een leeuwerik is. Hè. We zien een bruine gestreepte, vrij dikke zangvogel. En nog net hier wat van de typische beetje breedachtig ogende turtles zichtbaar. En wat denk ik ook opvalt, is dat er relatief weinig contrast hier op de bovendelen zit. En kijk je naar deze rij van schouderveren. En als je dat ook daar zie je niet heel strak contrast. Hè. Als je dat vergelijkt met een veldleeuwerik, dan zie je dat een hele duidelijke afscheiding tussen een donkere buitenvlag en een lichte binnenvlag. En belangrijk is hier de kop. Hier zie je de zijkop. En hier zie je duidelijk verlengde kuifveren. Dit is een kuifleeuwerik. Crested Lark. Je zou ook nog natuurlijk aan Tekla leeuwerik kunnen denken. Maar daar zie ik in deze foto in ieder geval geen pointers voor. De kruinveren zijn wat korter bij een Tekla leeuwerik. Je zou hier wellicht net een iets sterk koppatroon zien. En de bovendelen zijn doorgaans ook wat contrastrijker bij een Tekla leeuwerik.
Crested Lark. Dit was een foto van Chris van Rijswijk, zoals jullie kunnen zien. En volgens mij de laatste Nederlandse twitsbare vogel van Apeldoorn, iets meer dan een jaar geleden. Foto nummer 5. Nou, wat zien we hier? Een vrij stevige stangvogel met een opvallend brede staart. Ook afgerond. En wat je ook ziet is een gekromde handvleugel, een gekromde buitenrand van de handvleugel. Dus die brede staart zou je ook kunnen doen denken aan een nachtegaal. Je mist natuurlijk die rood tint, maar die gekromde buitenrand maakt dat het een locustella is. Nou, met zulke egale bovenzijde kom je al vrij snel op snor of krekelzanger. Oh. Het koppatroon past ook op beide, een zwakke wenkbrauwstreep. Voor de enthousiastelingen onder jullie, een grote krekelzanger, die heeft een sterke koppatroon met meer wenkbrauwstreep. Nog steeds vaag, maar wel echt witachtig boven het oog. Dat is het niet. En als we dan natuurlijk naar de kleur kijken, dan zie je een wat olijfbruine kleur. Of je zou het ook misschien wat grijsachtig kunnen noemen. Maar het is in ieder geval niet zo roodbruin als dat bij een snor is. Dat is veel meer een kleine karikietenkleur. Dus dit is een krekelzanger. River Warbler. En in het vooraanzicht zie je natuurlijk heel duidelijk die streping hier op de borst. Ja, in aanloop naar deze Mr. Bird competitie begon ik me toch een beetje zorgen te maken over de omvang van het deelnemersveld en of er wel voldoende krakers in zaten. Voor degene van jullie die wel eens... Oh, er zit even geluid op de lijn. Voor degene die van jullie die wel eens een Mystery Bird competitie hebben opgezet, die zullen dat denk ik herkennen. Het is altijd moeilijk om de moeilijkheidsgraad precies van tevoren in te schatten. En ik heb deze op het laatste moment erin gezet in plaats van deze van dezelfde vogel. En wat we hier zien is een compact futachtige vogel met dat typische futenkleed, een beetje pluizig. Met een geheel bruine nek zonder dat er contrast hier zit in de zijkop. Ja, en diezelfde kenmerken zijn met wat goede wil ook hier zichtbaar. Het vuutachtige lijf. Die veertjes. En hier de kop met de zijkop zonder dat daar veel contrast op zit. En dat maakt dat dit een dikbekvuut is. Pied-billed creep. Contrast dat de achternek eigenlijk of een breed front donker is zonder dat het licht van de zijkop en de wangen ver de nek inloopt. Dat is een goed kenmerk ook om op afstand al dodaarsjes te checken. Hier zie je een foto van een dodaars. Dan zie je dat dat echt een smal donker baantje oplevert op de nek. Dat was een moeilijke volgens mij. Dus wat dat betreft was de missie geslaagd. Of het nodig was, is een tweede. Dat gaan we straks zien. Nou, wat zien we hier? Een zangvogel met een lichte bleke voorkant. Een lichte keel. Iets licht van een teugel, lichte ooging. Er is niet heel veel te zien. Tenzij je goed kijkt. Want als je in de schaduw kijkt... En ik hoop en ik denk dat dat ook te zien is op het YouTube-kanaal, waar je toch iets van resolutie verliest. Dan zie je hier, bij de pointer, ik hoop dat die goed te zien is, in de vleugel een roodbruin veld. En dat maakt dat we hier kijken naar een grasmus. Common white throat. Je kunt hier ook nog aan brilgrasmus denken. Ik zou zeggen dat de snavel wat fors oogt, in ieder geval daarvoor. En je ziet zelfs hier nog in de schaduw zwarte centra van dekveren. Waar dat bij brilgrasmus toch een geslotener roodbruin vleugelveld is. Ja, Jippie, een mail. Weer een mail zullen veel mensen van jullie gedacht hebben. Je hebt er wat mee of je hebt er niks mee.
En de grote meeuwen zijn wat dat betreft het lastigste. Alleen als je naar deze vogel kijkt, zie je een heel mooi grijs zadel met een bruine vleugel. Typisch voor een eerstejaars middelgrote meeuw. Het is geen zilvermeeuw. Je hebt dat contrast minder netjes. En in zo'n bruine vleugel zou je bij een zilvermeeuw altijd ook een bruine tekening. Vrij vergelijkend aan de middelste en de kleine dekveren in de grote dekveren zien. Dat is deze rijveren. Die zijn hier heel opvallend grijs. Zoals we dat kennen van een storm- of ringsnavelmeel. Ook in combinatie met die roze poten. Nou, wat dan belangrijk is, is dat je in de... Oh, ja, af en toe verspringt die door mijn cursor, excuus. Dat je in die grote dekveren, dat je daar donkere tekening ziet. Dat is een typisch kenmerk van ringsnavelmeel. Een stormmeel heeft daar geen donkere tekening. Ook wat we verder aan deze vogel kunnen zien, toch een wat lichtgrijze mantelkleur. Blijft lastig inschatten, zeker onder dit licht. Weinig licht in de turtles, blijft ook lastig. En hier zie je natuurlijk met die snavel het helemaal duidelijk. Dus een eerstejaars ringsnavelmeel, ringbilled gull. Ja, afgelopen jaar was een mooie influx van blauwstaarten in Nederland. En als je naar deze vogel kijkt, zie je een lichte oging, een lichte keel. De blauwstaart was ook het eerste beeld wat bij mij opkwam toen ik deze vogel zag. Of deze foto zag, moet ik zeggen. Alleen je zou natuurlijk wel verwachten dat je de oranje flanken zou zien. En bovendien is het contrast rondom de keel en de afscheiding aan de onderkant daarvoor echt te zwak. Dit is geen blauwstaart. Wat is het wel? De staart lijkt wat kort. Grijze indruk. Dit is een vrouwtje taiga vliegenvanger. Taiga flycatcher. Wat zien we? Geel-zwarte snavel. Een wat bruinige oorstreek. Ook een kenmerk van taiga ten opzichte van kleine vliegenvanger. Overal koude grijze kleur. Zonder duidelijk geel buff, zoals we dat bij kleine vliegenvanger kennen. Dus een combinatie van kenmerken die kleine vliegenvanger wel uitsluit. Taiga vliegenvanger. Ja, ik heb het niet nagelaten om ook gewoon wat suffe families erin te gooien. Zoals duiven. Daar hebben we hier ook mee te maken. Wat zien we? Een bruine duif met een wat grijze kop. We zien niet de witte zijnekvlek van houtduif. Dat kan natuurlijk missen bij een echte juveniele vogel. En wat we ook zien, zijn hier fijne bruine randjes op de vleugel. Dus we hebben inderdaad te maken met een juveniele vogel. Nou, holenduif komt hier zeker ook voor in aanmerking. Is over het algemeen wat donkerder. Je zou misschien nog net hier de grote dekveren zien. Maar ik sluit niet uit dat die... En de donkere tekening daarop. Ik sluit niet uit dat niet zichtbaar zou zijn in deze foto. Maar wat natuurlijk ook opvalt is dat het gewoon echt een hele stevige vogel is met een dikke nek. Dus dit is een juveniele houtduif. Woodpigeon. Nou, ik zou zeggen niet te lang naar kijken. En door naar de volgende. Ja, ik vond het leuk om de reacties op deze foto te zien. Het verhaal bij deze plaat is dat ik afgelopen zomervakantie op een boerencamping stond. En dat op een gegeven moment in het tentje naast ons campertje een andere vogelaar tevoorschijn kwam. Dat was Adrie Clemens. En terwijl wij samen een biertje zaten te doen in... Nou, ik denk dat het 30 graden was, hoorden we steeds een hoog piepend geluid. Totdat we erachter kwamen dat in een heel klein bosje op dat boerenerf dat piepende geluid kwam. En daar stond deze vogel. En
Wij realiseerden ons dat gezien het aantal katten op het boerenerf en op de boerencamping deze vogel weinig overlevingskans maakte. Dus Adrie ging er achteraan. De vogel rende er vandoor. Die rende de paardenstallen in. Maar Adrie, ik ken Adrie eigenlijk nog niet zo goed. Die was nog sneller uiteindelijk dan die vogel. En die had uiteindelijk die vogel te pakken. Dus hier laat hij die vogel aan mijn twee zoontjes zien. En dit is een juveniele watersnip. Common snipe. Dus je moet hem echt even zien met die wetenschap. Ik wil nog eventjes naar de Mystery Bird kijken. Dan zie je nog net dat koppatroon. Wat wel verwarrend is dat hij zo warm bruin is, hè, bij zo'n juveniel kleed. Dat verwacht je niet als je dat nog nooit gezien hebt. Wel die witte streep, hier ook iets op de kruin. Op de wang zie je ook wat. En natuurlijk die bandering hier op de flanken. Ja, waardoor je ook aan een ral zou kunnen denken. Ik zag ook wat inzendingen daarvan. Ik zag ook houtsnip. Die heeft natuurlijk weer wat ander patroon op de onderdelen en ook op de kop. Common snipe. Nummertje 12. Wat zien we hier? Een overal vrij bruinige strandloper. En ik zou zeggen, wat valt nou het meeste op als je zo van een afstandje even kijkt, voordat we meteen de details induiken? Dat is dat we een hele langgerekte vogel zien. We zien een duidelijke handpenprojectie. Dus hier, dit zijn de handpennen. Tot hier reiken de turtles. En heel belangrijk, tot hier reikt de staart. Dus we kijken naar een strandloper, waarbij de vleugels ruim voorbij de staart vallen. Nou, dat valt eigenlijk heel veel af. En als je dan kijkt naar de wat dichtgelopen borsttekening, bruinige borst, niet de flanktekening met donkere, beetje pijlvormige vlekjes van een Bonaparte strandloper. Ook geen duidelijk rood-bruin hier in de bovendelen. Dat past echt alleen op een Baird's strandloper. Je zou hier nog aan een drieteen strandloper kunnen denken. Dat is zeker de pitbull voor deze soort. Maar die heeft echt een korte achtereind en zeker niet zo'n duidelijke projectie van vleugels voorbij de staart. Baird's sandpiper. Ja, gans die past natuurlijk ook wel goed in zo'n reeks. Een gans van achter. Eerste wat natuurlijk opvalt zijn de roze poten. En daarna denk ik de breed omrande witte staart. De combinatie is prima voor een grauwe gans. Alleen, grauwe is bruiner. En hier zie je een meer, ja, ik zou haast zeggen, paarsgrijze zweem op de bovendelen. Nou, dan voel je al een beetje waar ik naartoe ga. En volgens mij met mij de meeste onder jullie. Wat je ook nog ziet is een achterflank die vrij donker is. En de snavel is hier net zichtbaar. En dan zie je een donkere basis. Nou, allemaal kenmerken. Die wijzen op een kleine rietgans. Pink-footed goose. Een kraker. Neem er even een slokje bij. En zoals verwacht overigens. Ja, allereerst kun je bij zoiets denken, waar moet ik het eigenlijk zoeken? Een vrij ongetekende bruine zangvogel. Je kunt naar het kleed kijken, vrij bruin, geen opvallende kenmerken. Beetje onbestemde poten. Wat ook belangrijk is, natuurlijk, is de structuur. Handpenprojectie is niet opvallend lang. Ik zou zeggen ongeveer 60%. En de onderdelen die zijn opvallend witachtig. Er zit weinig tekening op de flank. Nou, kijk dan naar toch een beetje een vrij hoekige staartstructuur. En een donker oog. Zonder een iets lichtere bruinere iris. Ja, dan vallen de meeste aco's toch echt wel af. Je zou aan een tuinfluiter kunnen denken. Ja, dat klopt ook niet helemaal. De vogel is wat bruin. Vleugel wat te kort. Dit is een Iduna spotvogel. En lid van die familie.
Dus de staartstructuur haalde ik net al even aan, die past daarop goed. Je ziet hier zelfs nog iets van een lichte zijrand, denk ik, van de snavel. Kort onderstaartdekveren en ook een echt stevige snavel. Dat past allemaal goed in die familie. Ja, waar hebben we het dan over, hè? Die handpenprojectie past goed op een vale spotvogel. En wat mooi zichtbaar is op deze vogel, is deze veer. Dat is de buitenste handpen, P1. Die ligt net dat die echt goed te zien is. En dan zie je dat die ruim langer is dan de handdekveren. Dit groepje veren. Nou, dat is een kenmerk wat we allemaal denk ik nog kennen van de Upsers, van de grote vale spotvogel. Die heeft een korte P1. Dus die is ongeveer net zo lang als de handdekveren. Dus die valt af. Heeft ook een sterke koppatroon overigens. Dus dan komen we toch weer terug op vale spotvogels. Sykes heeft ook een kortere handpenprojectie. En wat we dan zien is een overal wat bruine kleur. En geen of nauwelijks vleugelpaneel. Wat dit een westelijke vale spotvogel maakt. Ook het vrij open koppatroon pleit daarvoor. Bij een oostelijke vale, ik zal zo'n foto laten zien, is dat doorgaans iets sterker getekend. Met iets meer donker ook op de teugel. Western Olivaceous Warbler. Een krakertje, zoals ik al zei. Hier zie je een oostelijke vale spotvogel. Kijk, de kleur is net even iets lichter, iets grijzer. Maar het vleugelpaneel is duidelijker. Hè? Dus die lichte randen op de armpennen. En het koppatroon iets sterker, ook met een wat donker streepje op de teugel. Je zou bij de Mystery Bird ook nog kunnen denken aan een oorvuisspotvogel met zo'n korte handpenprojectie zonder geel. Echt totaal geen geel. Het kan, het komt voor. Maar die zijn wel wat grijzer, die hebben niet deze bruine kleur. En doorgaans ook minder grijs en wat bruinere poten. Hier zie je een andere westelijke vale spotvogel. Nou, die vind ik zelf alweer wat moeilijker. Maar je ziet nog steeds dat open patroon op de kop. Deze heeft ietsjes meer van een vleugelpaneel. Maar voor het opzichte van een oostelijke vale spotvogel is het nog steeds weinig. Ook hier zie je weer de hele lange P1. Die ook prima past op überhaupt een vale spotvogel. Maar dat hebben dus beide. Nou, dan komen we bij nummer 15, bijna halverwege. Wat zien we? Een bruin-zwarte gierzwaluw. En ik denk dat het meest opvalt op deze vogel is een opvallende patroon van de lichte tekening op de onderdelen. Nou, gierzwaluw, zoals op deze foto, kan dat zeker ook enigszins hebben. En met name bij vogels in vers kleed, juveniele vogels. Maar niet zo opvallend als bij de Mystery Bird. Vale gierzwaluw kan dat natuurlijk sterker hebben, maar daarvoor is de ondervleugel verkeerd. Met heel duidelijk gelijkmatig gekleurde kleine en middelste dekveren die als soort één geheel weer contrasteren met de grote dekveren. Maar bij vale spotvogel die middelste dekveren wat dat betreft meer intermediair zijn tussen donkere kleine en lichtere grote dekveren. Bovendien is die tekening op de onderzijde wel heel opvallend. En te opvallend voor een vale gierzwaluw. En dit patroon op de onderdelen, dat past eigenlijk maar op één soort. Dit is een Siberische gierzwaluw. Pacific Swift, Fork-tailed Swift. En als je goed kijkt, zie je de witte stuitzijde hier nog net zichtbaar. Door de lichtval valt de witte keel, ja, hij zit er wel niet zo op als je dat misschien zou verwachten. Hier een andere foto, dan zie je het patroon op de onderdelen nog meer, ook meer witte keel. Staart natuurlijk gespreid, geeft dan ook weer even een wat andere indruk. Foto van James uit Mongolië. Ook hier geldt in dit complex dat er inmiddels gesplit is, maar in Mongolië is dit nog steeds
Het taxon wat ook in Europa komt. En het enige vastgestelde taxon uit dat complex van inmiddels 4, geloof ik. Nou, dan zijn we inmiddels halverwege. Wat is de tussenstand? Hoeveel heb je goed? Je mag het op de chat melden, hoeft niet. En ik ga zeker geen reclame maken bij apps, want ik heb jullie aan het begin natuurlijk verboden om apps te gebruiken. Maar ik was zelf toch wel benieuwd van wat nou als je die app gebruikt. Hoe ver komt die dan? De Merlin app. De meeste van jullie zullen hem wel kennen. Dus je scant een foto in en dan staat AI tegenwoordig voor niks. En die komt met een suggestie. Ik krijg een appje van iemand die 4 goed heeft. Ik zal geen namen noemen. Maar die heeft verloren van Merlin. Want Merlin zou er nu 9 van de 15 goed hebben. Dat is tot nu toe hoger dan iedereen in de chat. Het hoogste wat er nu in de chat langskomt is 8. Ja, dat is misschien. Ik denk dat we op zo'n kantelpunt in de geschiedenis van vogels kijken staan, waar de herkenning van software het gaat overnemen van onze menselijke breinen. Oh, nee, wacht, er komen nu wat meer. Jorrit heeft 9, Koen heeft 10 goed. Dus het nog een David 9. Dus het begint. Het is een hele nette score, mannen. Ja. Gek. Ik heb de Mystery Bird ook zo opgesteld dat ik een beetje kon kijken van wie speelt er nou toch vals? Wie gebruikt er toch zo'n app? En ik durf dat niet te zeggen dat dat één op één zo is, maar bij deze soort, bij deze Mystery Bird, maakte Merlin er een fazant van. Nou, ik ga je dat eens vertellen, dat is het niet. En ik zag inderdaad een aantal fazanten in de inzending staan. Nogmaals, misschien heb je die associatie bij deze vogel. Dat is het niet. Volgens mij zagen de meesten wel dat dit een zelfloper moest zijn. In een mooie vers kleed. Heel regelmatig. Je zou hier aan een kemphaan kunnen denken. Een juveniele kemphaan. Maar deze vogel heeft toch wel. Oh, sorry. Ja, dat was dus een beetje de anticlimax. Je ziet hier kartelingen. En zelfs hier ook nog wat tekeningen langs de turtles. Kijken of dit goed gaat. Ik moet even iets opzij schuiven. Ja. Dit is een juveniele grutto. Wat je ook ziet is die typische roodbruine nekkleur van een juveniele grutto. Een rosse grutto heeft juist weer meer karteltekening dan deze vogel. En je zou ook hier de vraag kunnen stellen, Diederik, van hey, hoe sluit je iets anders uit? Namelijk een rode grutto. Ik zie daar hier geen pointers voor, maar die heeft ook niet zo'n roodbruine nek, of, als ik het goed heb. Volgens mij is die overal grijzer, maar ook op zijn nek. Dus nogmaals, Gutto, Black-tailed Godwit. Geen fazant. Helaas voor Merlin. Dus Merlin staat nog steeds op 9. Ik zou zeggen, neem dat als doel om dat in ieder geval te overtreffen. Ja, toen ik deze foto kreeg, dus ik heb even flink aan de boom geschud in mijn netwerk om goede Mystery Birds te bemachtigen voor deze competitie. Dus dan word je zelf ook regelmatig op de proef gesteld. En ik kan jullie klappen, ik had het verre van foutloos gedaan. Deze had ik, die zag ik gewoon niet. Maar ik zag dat deze toch nog wel voor een redelijk aandeel goed was. En je moet even denken van waar moet je het eigenlijk zoeken? Welke familie is het allereerst? Nou, het is een zwaar versleten vogel. We zien een hele lange handpinprojectie. Hier, dus de ruimte voor de turtles. Voorbij de turtles. We zien ook een dikke snavel. Een lange staart. Dit is een vinkachtige vogel. Ja, wat zien we verder? Hij is zwaar gestreept. Een beetje geelachtig op de kop. Maar als je echt goed kijkt, het is niet echt geel. Hè? Het is meer beige. En als je dan ook nog die lichte snavel ziet, ja, dan valt het kwartje. Helemaal als je denk ik eens in de zomer in Noorwegen geweest bent. Want dit is een vrater.
foto van Hans Schekkerman. Hier een andere vogel. Lijkt er al wat meer op. Hè? Dan zie je toch wat meer die typisch een beetje okerbeige kleur op de kop. Deze is minder zwaar gesleten. Gestreept. De bovenzijde. Maar ook hier zie je een beetje die vleugelstreep, lange vleugels, et cetera. Dus met die wetenschap, ja, als je het ziet, als je het weet, dan zie je het op een gegeven moment. Foto 18. Ja, een lange staart, bordeauxrode. Sorry, ik vergeet helemaal de Engelse oplossing. Frater, white, for the English speaking people, excuse me. Ja, gasmusachtige, lange staart. En wat natuurlijk meteen opvalt, naast de grijze bovendelen zijn de bordeauxrode onderdelen. Provençal is een gasmus, denk je dan. En als je goed kijkt, zie je een lichte aanzet van een mondstreep. Is het dan geen baardgasmus? Nee, daar is het echt onduidelijk. Maar dan, ja, hier, dat rood-bruine paneel op de vleugel. Dat kan alleen maar een atlasgasmus zijn. En dat is natuurlijk een knaller. Geen ondenkbare soort in Nederland. Er is één geval in Midden-Frankrijk een paar jaar geleden. Dus zeker iets om mee rekening te houden. Alleen het gevoel dat je denk naar een Provençaalse gasmus of een baardgasmus staat te kijken, of komt ons ook niet met grote regelmaat in Nederland. Dus we zullen er niet wat dat betreft niet heel makkelijk overheen kijken, denk ik. Maar het is zeker iets om in je achterhoofd te nemen. Dus Atlas Gasmus, Tristram's Warbler voor Engels. Ja, iedereen herkende dit volgens mij wel als een jager. Een juveniele vogel, gezien al die mooie, regelmatige, lichte veerrandjes op het kleed. Nou, wat valt dan op? Allereerst de kleur. Hij is vrij koud overal. Wist echte de gele en soms wat oranje, bruine tinten van de kleine jaren. En wat ook belangrijk is, dat altijd een leuk kenmerk is. Kijk, dit zijn de handpennen. En bij een kleine jager zitten op die toppen van die handpennen scherp afgetekende lichte puntjes. Nou, ik verwacht dat je die hier zou wel moeten zien. Dus die valt af. En ja, dan kom je eigenlijk vrij snel met dit kleed bij een kleinste jager of middelste jager. Nou, en die, wat je dan ziet is dat die frinsjes op de bovendelen, die zijn haast witachtig bij deze vogel. Er zit natuurlijk best wel wat variatie in beide soorten, maar zeker bij kleinste jager in kleur. En bij middelste jager zit er eigenlijk altijd wel iets van een geel tint in. Wat verder opvalt is dat de toppen van de grote dekveren hier allemaal heel netjes zijn getekend. En dat die van buiten naar binnen wat smaller worden. Bij middelste is dat vaak wat gelijkmatiger breed. Wat gelijkmatiger in tekening. Dus die breedte van die toppen. Dus dat het wat smaller wordt, dat zie je vaak bij een kleinste jager. Niet altijd, ook daar zit wel wat variatie. Dus echt de combinatie van kenmerken. Tot slot zou je kunnen zeggen dat die wat langgerekte indruk maakt. Maar alleen al die kleur en die frinsjes op de bovendelen maakt echt dat dit een juveniele kleinste jager is. Long-tailed skua. Nou, hier zie je een middelste jager. En je ziet ook hier die frinsjes in dit geval ook wat breder van vorm. Ook wat minder uniform soms bij sommige vogels, zeker bij middelste, dat dat nog wel eens wat wegvalt op andere plekken, die lichte randen. Maar met een bruinige geeltint erin. Nogmaals, zit best wat variatie, dus het is moeilijk om even heel simpel het plat te slaan met twee vogels. Maar ik denk wel dat de belangrijkste kenmerken daar zichtbaar zijn. Hier zie je de vogel helemaal. We zien natuurlijk ook die fijne snavel en dat sterke zebrapatroon hier op de onderdelen. Zo wil je ze graag zien. Nou, foto in de hand. Vrij duidelijk een acro. We zien een afgeronde staart. Bruine vogel. En wat ook meteen opvalt is een diffuse, maar relatief sterke wenkbrauwstreep. Ik zou zeggen sterker dan in ieder geval de meeste kleine karakieten en bosrietzangers.
Er zit nog best wat variatie in. Maar wat ook opvalt, is een relatief bleek kleed. En dan is belangrijk natuurlijk de vleugel. Zowel in kleur als in structuur. Nou, die structuur, dat zijn altijd van die ringerskenmerken. Daar moet je net van houden. Maar als we nou gewoon eens even beginnen bij die kleur. Wat valt dan eigenlijk op? Ook als je een beetje zo door je oogharen ernaar kijkt. Is dat het een groot bruin veld vormt. En dat de buitenranden van de slagpennen in kleurstelling het meest warme deel van de vogel vormen. En dat op zich is zo goed als, ik zeg zo goed als, want echt diagnostische kenmerken bestaan er anno 2020 of 2021 bijna niet meer. Maar dat kenmerk, dus dat vleugelpaneel het meest warm gekleurde is van de hele vogel, is binnen de agro's wel diagnostisch voor een eerste kalenderjaar struikrietzanger. Blight's Reed Warbler. Als je dan nog kijkt naar wat zie je eigenlijk aan die vleugel, dan zie je een relatief korte handpenprojectie. Hè, waar bij kleine karakiet en bosrietzanger dat echt nog wel wat langer is. Dat benadert echt de volle lengte van de turtles, dus 100%. Hier zou ik dat eerder zeggen op ongeveer 60. Deze handpen is de tweede handpen. Hè, dus hier zit één hele korte, die zie je niet echt. Dan die tweede, die is opvallend kort ten opzichte van de vleugeltop. Dat ligt bij kleine karakiet en bosrietzanger ook veel dicht. En met een beetje goede wil zie je hier de versmallingen op deze en deze vleugel. Dus is P3 en P4. En dat zijn allemaal kenmerken van struikrietzanger. Net als dat je, als je de handpennen gaat tellen, kom je op ongeveer 7 handpennen voor beide turtles. Wat ook prima past op deze soort, als ook weer de lichte onderdelen. Foto uit Nederland. Andere foto van dezelfde vogel. Dat is natuurlijk ook weer een geweldig influx van dit jaar. Dus de status is er een beetje vanaf. Maar het blijven hele leuke soorten om tegenaan te lopen. Ja, ik zei het al, meel. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik herken uit examencompetities, als je een grote meel laat zien, dat je altijd vooral een zucht hoort van god, daar gaan we weer. Dat is dan misschien het voordeel van het online doen, dan hoor je dat niet. Wat valt hierop? De vrij donkere onderdelen vallen meteen op. En daarmee valt al gewoon een hoop af. Pontische meeuwen, geelpootmeeuwen zijn toch echt wel lichter op de onderdelen. Dus we zien een vrij donkere buik, een wat lichtere kop en ook een soort wat donkere achternek. In de nek, achternek. Kijk, en dan kom je dus in het speelveld van Amerikaanse zilvermeel. En die variatie is enorm. En die variatie bij onze zilvermeel is ook enorm. En daar hebben we de afgelopen jaren al diverse malen mee gestoeid met kandidaten. Maar vaak toch een net niet verhaal. We zijn ook nog in Nederland nog steeds op zoek naar ons eerste geval. Dat geldt ook voor onze zuidburen. Belangrijk is natuurlijk de staart. Die is hier niet goed zichtbaar. Maar wat wel een heel belangrijk kenmerk is, wat zichtbaar is, dat zit hier. En dat zijn onderstaartdekveren. En ik ga mezelf hier niet presenteren als meeuwenkenner, maar dat vind ik zelf wel een van de fijnste kenmerken voor een kandidaat. Bij een Amerikaanse zilvermeel zijn die echt dicht gebandeerd. Het over het algemeen meer donker dan licht. En bij zilvermeel is die tekening zwakker. Dus de donkere tekening. Als je deze vogel ziet. Dit is een Amerikaanse zilvermeel. Dan zie je hier nog net. Dus je ziet hier ook weer die donkere bruine buik. Donkere nek. Maar je ziet hier ook die onderste dekveren die donker gebandeerd zijn. Nou, gaan we dan terug naar de Mystery Bird. Dan is dit dus een zilvermeel. Herring Gull. Nog even een bewijsplaatje. Dat hij ook niet een massaal donkere staart heeft. Nou, hier moest iedereen ook even over nadenken. Ja, het begint altijd een beetje bij wat zien we eigenlijk, hè? De familie. Het is gestreept, het is bruin, het heeft een lange staart. Kan dat een pieper zijn? Nee, eigenlijk niet. Want
Wat je ziet is dat de handpennen voor beide Turtles reiken. Nou, dat hebben de meeste piepers niet. Dit is een gors. Maar ook daarvoor klopt het niet helemaal. Want het Turtle patroon wat je ziet is niet een Emberiza. Een Emberiza gors. Bij een Emberiza gors, dus de familie van rietgors, et cetera, zie je hier op die lichte rand een echt zo'n golf die naar buiten en naar binnen loopt. Daardoor vallen al meteen heel veel gorsen af. Wat we verder zien is een vrij grijsbruin kleed. Maar met wat geel tinten op de achterflank. Hier net zichtbaar. Zelfs op de stuit, maar ook op de kruin notabene. En die kleurencombinatie die kun je associëren met een smeernagors. Alleen daar klopt de Turtle-patroon niet voor. Dus het smeernagors valt daardoor ook af. En dan hou je eigenlijk alleen zwartkopgors en bruinkopgors over. Twee erg gelijkende soorten in dit kleed. Een vrouwkleed of een eerstejaarsvogel. En als we dan echt de details gaan bekijken, wat zien we dan? Vrij zwak gestreepte kruin. Kan wat lastig te beoordelen zijn. Maar op zich is dat al meer een pro voor bruinkopgors. En we zien ook een geel tint op de stuit. Zwartkopgors is daar vaak wat bruiner. Maar de clinch bij deze vogel zit echt in de vleugel wat mij betreft. Want wat zien we daar? Een korte handpenprojectie. Nou, die is bij zwartkopgors vaak langer dan 50%. Zit zeker overlap in. Zo rond de 50%. Maar hier ligt hij daar denk ik onder. Dit blijft altijd tricky onder om zo'n hoek dat in te schatten. Is ook niet meer dan een inschatting. Bruinkopgors heeft echt een kortere handpenprojectie. Vaak korter dan 50%. We zien pak en beet. Ja, of niet pak en beet. Volgens mij zijn het vier handpentoppen die net voorbij de turtles vallen. Dan tel ik deze top mee aan die kant. En wat ook belangrijk is in die structuur van die vleugeltop is dat je het aantal spacings wat je ziet. Dus de grotere ruimtes tussen die handpentoppen. Hier ligt er één en daar ligt er nog één. Dat zijn er twee. En bij zwartkopgors zijn dat er vaak drie. Dus die combinatie van toch wel subtiele kenmerken wijst consistent naar een vrouwtje bruinkopgors. En op deze foto zie je nogmaals extra dat die kruin relatief zwak getekend is. De snavel is ook niet zo zwaar zoals dat bij een zwartkopgors is. Ja, wat zien we hier? Allereerst, ik denk de meeste mensen hebben dit wel herkend als een vliegenvanger. We zien lichte toppen. Hier op de schouder. Ook in de vleugel, dat zijn restanten van juveniel kleed. We zien ook een opvallende oogring. Maar een echte lichte teugel ontbreekt. Dus dit is geen bruine vliegenvanger. Dat was een aantal inzendingen zag ik daar zo snel van. En we zien ook wat streping lijkt het op de kruin. Nou, dat past natuurlijk gewoon allemaal prima op een grauwe vliegenvanger. Alleen als we goed kijken, de jis is wat raar. Het ziet er wat gek uit. En op de streping op de borst, die loopt ver door naar beneden. Grey Streaked Flycatcher is zeker een soort om mee rekening te houden. Maar bij die soort is de oogring toch vaak nog wel wat duidelijker dan bij grauwe. En met nog stevige streping op de onderdelen. En als we dan de volgende foto bekijken, dan zien we dat het toch echt een grauwe vliegenvanger is. Spotted Flycatcher. Even ter vergelijk. Kijk, dit is een Grey Streaked. De streping is nog sterker. En oogring, mooi witachtig, scherp afgetekend. En nagenoeg ongestreepte kruin. Tegenstelling tot onze Mystery Bird waar dit duidelijker was. This was a spotted flycatcher. The previous one was red-headed bunting. You got to give the English answer.
Ja, ik zou zeggen, het hangt ondersteboven. Het eet bessen. Heeft lange vleugels en een korte staart. En een opvallend patroon op de onderste dekveren. Wat je misschien geen belletje doet rinkelen. Maar de rest wel. En in combinatie met de lichte kleur. Dit is een roze spril, juveniel. Ik heb alleen deze foto, dus ik heb er geen oplossingsfoto van. Dus René van Rossum, als je kijkt, ik heb even een oplossingsfoto van jou gehad. Van een andere vogel. Maar waarop je nog net wel ook dat onderste dekveerpatroon ziet. Wat zo typisch naar boven komt bij de vorige mystery bird. Is variabel de mate van donkere tekening op de onderste dekveren. Net als dat onze spreeuwen toch wel wat variabel zijn. En ook de kleur, sommige zijn wat donkerder. Maar vrij duidelijk. Dus Roast Colored Starling. Nummertje 25. Ja, na een week als deze, waarin we denk ik allemaal veel geleerd hebben over de herkenning van short-tailed shearwater, ook in Europese context, kon natuurlijk een pelstormvogel niet ontbreken. En als je naar deze vogel kijkt, allereerst kan het een vale pel zijn. Nee, die is toch echt wel meer grijs-bruin van boven. Dus dan gaan we naar de snavel kijken. Wat zien we? Een snavel die best lang is. De tubes vrij kort, dat middensegment vrij lang. Het wijst allemaal op een gewone grauwe pijlstormvogel. En net als de keel, die ook niet opvallend licht is, zoals je dat bij een short-tailed zou zien. Dus dit is gewoon een grauwe pijlstormvogel. Sooty Shearwater. Ja, en dan deze. Dit kan natuurlijk alleen maar een waterhoen zijn. De vraag is echter, welke? Want we hebben ook het Afrikaans waterhoen, ook wel Lesser Moorhen genoemd, met 8 gevallen in de WP en alleen al 4 in Spanje, waarvan ook op het vasteland. Dus echt een kandidaat om mee rekening te houden in Europa. De vraag is natuurlijk ook, wie kijkt nou in hemelsnaam echt goed zijn waterhoentjes af? Waar moet je dan eigenlijk op letten? Nou, belangrijk, de snavel. Afrikaans waterhoen. Daar is de snavel kort, dikker en geler. Wat zien we hier? Relatief lang en ook weinig geel. Dus dit is een gewoon waterhoen. Common moorhen. En toch even een vergelijkingsplaatje voor jullie zoekbeeld. Dit is een Afrikaans waterhoen. Ik ga de Engelse naam niet zeggen, want dan denken alle Engelsen dat dit ook de oplossing was. Dat we ook niet op mijn geweten willen hebben. Oh, oh, oh. Maar hier zie je hoe geel die snavel is. Wat korter en ook hoe diep die aan de basis is. Dus dat die snavel als het ware in één lijn helemaal zo doorloopt in het kopprofiel. Dus met dat zoekbeeld kunnen jullie op stap. Wees je ervan bewust dat volgens mij veel van de gevallen in de WP januari, februari gevallen waren. Dus het kan nu gewoon echt prima. Gaat een keer gebeuren in Noordwest-Europa. Ja, dan deze. Winterkleedsterns. Vaak lastig. Wat zien we? Een opvallend koppatroon. Een wit voorhoofd. Tot op de middenkruin, rondom het oog. Vrij donkere bovendelen. Zwarte poten, zwarte snavel. Het koppatroon doet wat denken aan dat van een moerassterren. Dat is een zwarte. Maar moerassterrens hebben echt een fijnere snavel. De snavel is hier heel, heel stevig. En ook dat oortje van een moerassterren is niet duidelijk. Als je kijkt naar een visdief, dan heeft hij toch altijd wel gewoon meer zwart op de kop. Het bereikt het oog. Dat is hier duidelijk niet het geval. En wat is het dan? Hè? Waar moet je eigenlijk aan denken? Zo vol in beeld en het kan toch lastig zijn. Het meest opvallende kenmerk van deze vogel is toch echt wel dat koppatroon. Met veel wit op de kop, waardoor het oog helemaal vrij ligt. In combinatie met die opvallende stevige snavel.
maar zeker ook de vrij donkergrijze bovendelen. Dit is een Aleutensterren. Lastig kleed. Eén geval in Groot-Brittannië. Aleutensterren. Een krakertje. Ik denk niet eens geheel ondenkbaar voor een winterkleedvogel. Dat is natuurlijk een bizarre dwaalgast dat hij ooit Europa heeft bereikt. Ook een lastige vogel om in de wereld te zien. En een herkansing zou denk ik heel mooi zijn. Dat is natuurlijk het liefste in wat dichter bij huis in ieder geval. Ja, wat zien we hier? Een eend. Gondeleind met even grijze turtles. En wat opvalt is het contrast eigenlijk tussen die turtles en de rest van de vogel. De bruine tekening in het kleed. Nou, zowel man als vrouw wilde eend hebben even grijze turtles. En de turtles, dat patroon van onder eenden, dat is goed om dat uit je hoofd te leren als je op mystery birds houdt. Wilde eenden hebben dat vaak opvallend. Echter, die effe grijze turtles van wilde eenden, die zijn opvallend breed van vorm en ook vaak wat donkerder naar de basis van de veer. Hier zijn ze smal en gelijkmatig grijs, hè? Dus die structuur van de veren lang, smal. Ook krakeend heeft effe turtles. Bij het vrouwtje zijn die vrij bruin en bij het mannetje lichtgrijs. Zoals de rest van het kleed, natuurlijk heel grijs bij een mannetje krakeend. En dat past hier niet helemaal maar op. Maar een mannetje in eclipskleed met oude gesleten turtles ziet er zo uit. Wat je verder nog ziet is die staartzijde. Licht, niet helemaal hagelwit. En dat past ook prima op een eclipsmannetje krakeend. Gatwall. Nou, dan komen we bij de ene laatste. Wat zien we hier? Duidelijke arend. Extreem bont kleed. Weinig opvallende tekening in de staart of de vleugels. Ja, dit kleed kennen we in Nederland. En ook in België inmiddels. Van een keizerarend. Een onvolwassen keizerarend. Ik denk een vijfde kalenderjaar. Heel bont kleed. Alleen de vraag is welke keizerarend? Het beste kenmerk in dit kleed, en ook dat herkennen we in ieder geval van de Nederlandse vogel, dat zit in de staart. En wanneer adulttype staartveren zichtbaar zijn. En dat verschil zit in de top, in de breedte van de top op de staartpennen. Dus dat is bij Spaanse keizerarend is dat breder dan bij de bij keizerarend, bij gewone keizerarend. Nou, dat is hier niet zichtbaar. Maar wat we wel hebben is het zwart op de kruin. Hier, vrij sterk ontwikkeld, prominent. En daarnaast hebben we ook de kleur op de ondervleugeldekveren. Dus de bruine kleur door het zwart heen, dat zijn zeg maar meer adulttype veren. En dat is vrij roodbruin, oranjebruin. Roodbruin is een beetje overdreven, maar wel oranjebruin van kleur. Minder geelbruin, zoals je dat bij keizerarend zou verwachten. Dus die kleur en de hoeveelheid zwart wat zich al heeft ontwikkeld op de kruin, die pleiten beide voor een Spaanse keizerarend. Spanish Imperial Eagle. Hier zie je onze Nederlandse vogel. Even ter vergelijk. Het is dus een gewone keizerarend. Gele bruin op de ondervleugel dekveren. Meer zwart op de kop. Kan hier wat lastig zichtbaar zijn. Maar maakt het verschil wel duidelijk met deze vogel. Nogmaals, ik denk dat dit een vijfde kalenderjaar is. Deze is aanvaard als vierde kalenderjaar. Typische kleed met heel dat bont, dat zie je bij beide. En hier zijn de donkere partijen nog wat minder ontwikkeld dan bij deze vogel. Dus deze vogel is al wat verder doorgeruit. Ja, de laatste. De combinatie van zwart kleed en een wit snavelschild. Nou, dat is natuurlijk diagnostisch. Die durf ik nogal wel aan voor een meerkoet. Alleen ook hier is weer de vraag, maar welke meerkoet?
Er is natuurlijk één soort, die kennen we allemaal heel goed. Dus daar zullen we niet zo snel de fout mee ingaan. Maar Amerikaanse meerkoet, die moeten we nog steeds in Nederland. Die zien we denk ik allemaal wat minder. Die heeft een rood boven het snavelschild, ook een snavelbandje en ook wit op de onderste dekveren, wat je hier echt wel zou moeten zien. Dus die valt af. Is knobbelmeerkoet dan iets om rekening mee te houden in Nederland? Jazeker, alles kan tegenwoordig, zullen we maar zeggen. En het puntige koppelviel doet daar ook echt aan denken. En als we beter kijken, wat zien we dan? Dan zien we hier een puntig hoekje in die snavel. En dat betekent dat dit gewoon een huis-, tuin- en keukenmeerkoet is. Ik had bedacht dat dit een cadeautje was als afsluiter. Een makkelijke, maar ik zag dat echt een ruime minderheid deze goed had. Hooguit 1 op de 3 drie mensen. Dus het is massaal voor andere meerkoet gestemd en ingestuurd. Dat maakt het ook wel leuk met Mystery Birds. Dus tot zover. Ik denk dat ik wel een beetje gaar ben na een soort lang monoloog. Zonder dat je de reacties hoort of ziet. Nou, zal ik me inbreken dan? Dan heb je iemand om tegenaan te lullen. Dat is dan wel doe dat eens. Prettig. Ja. Dan ga ik ook even een slokje nemen. Goed. We hebben nagekeken ondertussen. We hebben jou de PowerPoint gedeeld. Ik zal die zo meteen op mijn scherm zetten. Wil je nog eventjes 1 minuut het geluid uit als juryberaad? Of zeg je, ik bekijk de presentatie en dan kunnen we door. Oké. Ja. Ik denk dat we door kunnen. Oké. We moeten even schakelen, jongens. Een hele organisatie. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik heb hier nog even één keer alle oplossingen getoond. Zoals voor English speaking people, all the solutions summarized. En voordat we naar jouw uitslagen gaan, Martin. Ik denk dat we natuurlijk ook allemaal op ons puntje van de stoel zitten van hoe ver was Merlin nou gekomen? Dus ik zou zeggen, place your bets. Die had 17 van de 30 goed gehad. En dan gaat het over, naar wie gaat de kijker? En dan kun jij hem even overnemen, dat jullie het schema delen? Ja, ik deel de presentatie. Je hebt de presentatie ook gezien, Diederik? Ik heb het overzicht gezien. En ook de presentatie, die weet je wat er komt? Nee. Nou, dan wordt het een verrassing. Even kijken, ik moet het delen uitzetten, denk ik. Nee, ik deel al, als het goed is. Oh. Of niet? Ik zie nog niks. Nou, lekker. De uitdagingen van een online competitie. De Eerholf melding, 16 goede antwoorden. Dus we gaan vanaf daar beginnen. Ja. Ja. Komen ze? Oké, dus 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Nou, je ziet de namen al staan. Marcus Lampinen. Ik hoop dat ik die naam goed zeg. Stijn Baten, Jorrit Vlot, Tim Schipper en Dave van der Spoel. Ik zou zeggen digitaal applaus voor deze melden. Ik had wel terugluisteren, dit applaus. Dat is dan wel chill. Dat is goed, ja. Ja, en mensen mogen op de chat ook klappen hoor, voor deze uitschieters. Maar we zijn er nog niet, want er zijn ook mensen met 17 goed. Oh, de top 12. 17 punten. Jan Bisschop, Johan Pintens, Davy Bosman, Adrian Jordi. Mooie internationaal gezelschap. Met Jan als enige Nederlander, maar wel in Zwitserland woonachtig. Dus people from abroad. Volgende. Ja.
We hebben ook... Druk, ja. We hebben ook een groepje met 18 goed. Echt heel goed gedaan. David Marcus, Mark van de A, Marcel Klootwijk en Kees de Vries. Top, jongens. En dan... Ja, ik denk dat we wel al meteen even kunnen verklappen dat we niet één winnaar hebben. Dus dat we nog even bezig zijn vanavond. En dat zijn er drie. Met 20 goede antwoorden. Nou, kom erin. Koen Stork, goed gedaan. Peter Adriaans, ook goed gedaan. En Mathieu Belli van Zwitserland. Wat goed is, Dieter verstuurt nu naar jullie mailadressen. Ja, applaus natuurlijk eerst. Ja, ja, ja. Ja. Knap gedaan. De shootout zit nu in jullie inbox. Yes, so we'll send Mathieu a form as well. I hope his email address will work. It should be fine. So let us know in the chat if Koen and Peter and Mathieu have any issues with this, and then we can fix something else maybe, but... Yeah, so we're going to have a shootout now. Four mystery birds. Same setup. Doe jij scherm weer, Diederik? Ja. So we will have four mystery birds, same setup, same timing. Now let's do it a little bit shorter, make it more difficult. 25 seconds, because we have to make sure there will be only one winner. So everyone can have a look and guess from themselves, but we only want the forms to be sent in from these three people. So I hope you're all ready. Krijg je daar nog opmerkingen op of niet? Je moet plassen. Zijn er nog meer mensen die naar de wc moeten? Koen, geef je een seintje als je zover bent. Peter, maar... Oké, zo je hebt, ja, dus het is naar jullie toe gemaild, hè? Ik heb er nu al plezier in en ik hoop dat de volgende dit ook digitaal mag doen, want daar hebben jullie thuis geen idee van, maar je zit dus naar je PowerPoint te kijken, naar je Teams, dan hebben we nog een YouTube-kanaal en dan zit er ook nog... allerlei appgroeps waar ik meldingen krijg dat Koen zijn formulieren niet kan vinden. Ik hoop dat Peter het wel heeft. Oh, ik zit hier opnieuw te praten. Zo gaat het dan. Ik zie hier ook een bericht dat Mathieu niet online is nu. Ja. Lees ik in de chat. En de rest moeten we dus niet invullen. Dat wordt onoverzichtelijk. Dus het gaat tussen Peter, Adriaans en Koen Stork. En waar is Mathieu? Weet iemand waar Mathieu is? Niet online wordt gezegd. Peter, kun jij bevestigen dat jij wel nu in het formulier zit? Laat even een comment achter in de box als je wil. En dan moet je natuurlijk ingelogd zijn in... Je spamfolder kunnen geraken. Julian is... calling Mathieu right now. En dat allemaal live op de vrijdagavond. Ik wou zeggen, het voelt echt als live television dit. Heeft iemand nog een leuke mop? We
denk dat we er maar vanuit moeten gaan dat Peter in ieder geval het formulier ook dan heeft. Ja. Ik heb een bevestiging van Peter. Oké. Okay. En is er nog een laatste nieuws van Mathieu? Yes, Mathieu is also online. Please check your spam folder as well for the form. It could be there as well. Oh, Julian is er. Just wait. For how long, Julian? 1 minute. Okay, good. We can wait 1 minute. Yeah, Peter Arians is not available on the YouTube chat, so he just sent me an email that he... I've got some... Ik ontving een grapje op WhatsApp en dat is de grap is Martin Miskus zijn lijst. Schaam me daar ook helemaal niet voor. Ik zie ondertussen in een van mijn appsgroeps langskomen dat Robert waarschijnlijk, dat moeten we dan nog even nakijken, ook Robert Casimir ook 17 goed had. Dus als dat zo is, excuus daarvoor, dan had hij inderdaad bij de eerste best van mensen genoemd moeten worden. Er worden al meerdere vergelijkingen gemaakt met het Eurovisie Songfestival, dus... Oké, kunnen we beginnen? Let's check. Is Switzerland online? Testing 1, 2, 3. We have Switzerland, we have Belgium and we have the Netherlands. Well, I think... Give it. Yes, he is online, so we can start. Okay. So here we go. Good luck, everyone. We will have 4 mystery birds. 25 seconds, 10 seconds riding time, and at the end we will see if there's only one winner. If there still isn't one single winner, we will do this for a second time, again for Mystery Birds.
Okay, is the sound open again? Okay, so the answers has to be sent in right now. We'll wait 2 minutes and then we'll start with the solutions. So to be sure that we have received the three forms. Als iemand anders nog iets weet om de mensen te entertainen, dan... Kan dat? Hebben we de formulieren binnen? Ben ik nou te ongeduldig? Oké, eerst... Oké. So all forms have been received. The first one. Ik ga het gewoon kort houden. Dit is een oostelijke valenspotvogel, Eastern Olivaceous Warbler. Pinnel in the wing, bill color, head pattern, primary projection, a straight gill shape. This is one. Number two, diving duck. Yeah, but quite strange. Pale flanks. Dark upper parts. This is a female ring-necked duck. It's een ringsnavel eend was de vorige. Ja, een kleine zangvogel, of de tweetaligheid. Dark legs. Tail pattern with a little white in it. Relatively short wings. Typical, rather buffish coloration on the flanks and upper parts, underparts. This is a lesser white throat. We zien je gezicht nu en niet je scherm, Diederik. Meen je niet. Nou, dat vind ik wel, dat langer gezegd gewacht wordt om dat Ja, je ziet je scherm niet. Ik zie ineens een bericht binnenkomen van James. Sorry James, sorry iedereen. Dat wil ik jullie niet aandoen om naar mijn gezicht te kijken. Oké, okay. Once again, Eastern Olivaceous Warbler. Ringneck duck. Lesser white throat, braamsluiper. And last but not least... Diadeem roodstaart. Boucher's red staart. Kijk naar die beetje roze bruine onderparts. Pinkjes. Cast to the underparts. Ik geloof dat ik nog wat oplossingsfoto's heb. Het is allemaal nu wat minder sterk achter elkaar. Dus dit is de 1, de 2 en de derde. Ik zie hier ook de korte staart. Maar goed, dat zag je niet op de Mystery Bird. So tell me, guys, do we have a winner now? Yes. Okay. Ja, het is even priegelen, yes, want het is allemaal improvisatie. Oké. Kun jij het even naar Diederik appen, dat Diederik het weet, wat hij aankondigt? Ja. Oké, maar ik draai het even om, jongens. Ja. Zeg het. And while we're preparing the final win, ik wil even alle fotografen bedanken. En dat zijn er zelfs meer dan in dit lijstje staan. Ik krijg regelmatig af en toe even een mystery bird van iemand toegespeeld. Voor iedereen die daar nu geënthousiasmeerd over is. De mooiste mystery bird is een mystery bird zoals je wat mij betreft een vogel ook in het veld zou zien. Dus niet altijd iets wat net wegvliegt of net je beeld uitgaat of net onderduikt. Die kunnen leuk zijn, dus goed voor de variatie. Zo zaten ze er vandaag ook bij. Maar dank voor al dat werk, heren fotografen.
Chris van Rijswijk, extra dank. Je was echt hofleverancier voor vanavond. Veel geweldige platen. Maar ook dank aan Mark Guit van Agami, Fred Visser, James Lister, Hans Schekkerman, Arnoud van den Berg, Diedert Koppenol en Martin Miske. Martin, nee, je staat hier niet tussen, maar ik had je wel toegevoegd. Blijkbaar is iets misgegaan in het versiebeheer. Niet voor de foto's, maar wel voor de enorme hoeveelheid werk achter de schermen. Ik denk dat weinig zich dat realiseren. Voor alle avonden, maar ook zeker vanavond. Daniel Lopez Velasco, Kostiaan Beke, Arend Wassink, Remco Hofland. De eventuele overige nakijkers waar ik misschien geen weet van heb. En alle anderen. Dus dank jullie wel voor je hulp. Dit was de kijker waar het om ging. En dan denk ik dat we even naar een andere slide gaan, hè, Martin? Ja, heb jij de ranking met Diederik gedeeld, Diederik? Ik heb hem een foto gestuurd. Oké. Ja, ik ben extreem aan het multitasken, mensen, ondertussen achter de schermen. Ik heb net kort nagekeken. Oké. Okay. Zijn we klaar? Ja, ik denk dat ik allereerst even moet zeggen dat de shootout extra moeilijk was. Minder tijd, de lastige foto's geselecteerd. Dus al met 20 goed. En na de shootout komt allereerst. Dus dan gaan we naar de winnaar toe als laatste. Nou, kom maar. Dat is Koen Stork. Die is derde geworden. Die blijft op in totaal 30 van de inmiddels 34 goede. Of 20 van de inmiddels 34 Mystery Birds staan. Koen, echt een geweldige prestatie. Ik weet hoe fanatiek je hierin bent. Mooi werk. Dan. Zullen we de tweede en de eerste tegelijk doen dan? Ja, dat is eigenlijk wel het meest logisch, hè? Ja. Nou, komen ze. Tromgroffel. Peter Adriaans als tweede uit België. En eerste Mathieu Belli van Zwitserland. Congratulations. Great job. Mathieu, you had 3 correct answers in the last for Peter 2. So that brings your total to 22 for Peter Adriaans and 23 for Mathieu Belli. So, Mathieu, good news. I have good news and good news for you. I am not sure if you received this already in my Dutch message. The good news is you won a pair of binoculars. I think it will be sent to you, or Jan Bisschop is going to pick it up in the Netherlands and bring it to you. But we will make something. We'll make some arrangements for that. And the other good news is that you are going to host the next edition of this Mystery Bird competition in about 1 year from now. You might have to come to the Netherlands for that if we are corona-free and have a Dutch burning style ever again in real-time meeting. But perhaps this concept will be so successful that we will do it online anyway next year. So we will have to be in contact about that later on. But once again, congratulations. En tegen de rest zeg ik dank jullie wel. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Mooi tijd verdrijven op de maandagavond, vrijdagavond. Het is inmiddels 10:15. Schiet lekker op. Schiet lekker op. Wil je nog iets kwijt, Diederik? Nee, ik vond het leuk om te doen. Ik ben blij dat ik het volgend jaar niet hoef te doen. En ik denk dat jij gaat afsluiten, Martin. Maar ik wil wel, denk ik, eventjes in een andere hoedanigheid jullie van het bestuur allemaal bedanken en hoeveel werk er zo achter de schermen gezet is en dat we van een nood om niet digitaal bij elkaar te kunnen komen zo'n fantastische reeks avonden gehad hebben. Echt top. Ja. Graag gedaan. Even kijken. Dan heb ik nog deze wel gehad. Ja, dat is dan weer het einde van dus Burning Vogelweek 2021. Even een andere setting dan dat we met z'n allen gewend zijn. En voor ons ook eventjes schakelen. Maar het is toch wel redelijk goed gegaan. We hebben veel kijkers gehad elke avond. En ook veel mensen die de streams weer terugkijken. Dus dat, ja, we zijn eigenlijk, wij zijn in ieder geval heel tevreden. We krijgen veel leuke reacties. Ook mocht je ideeën hebben, laat het ook vooral aan ons weten. Dan kunnen we altijd
daar wat mee doen, of niet. Maar het is natuurlijk leuk om met alle ideeën wat te doen. Nog een speciale dank in ieder geval aan alle lezinggevers die deze week mogelijk hebben gemaakt. Ook voor hen natuurlijk super lastig om in deze tijd hier aan mee te doen. Die zijn ook in het diepe gesprongen. We doen het allemaal voor het eerst, dus iedereen dank. Eddy, Vincent, Geon, Justin, Gerald, Robert natuurlijk, Peter, Mark en jij natuurlijk, Diederik. Dankjewel. En natuurlijk de ster van de show, Diederik. Echt enorm bedankt voor al je inzet en alle technische dingen die je hebt uitgehaald om het allemaal mogelijk te kunnen maken. Echt super tof gedaan. Deze foto is toevallig vanmiddag gemaakt toen we de laatste hand legden aan de praktische zaken. Hij had niet door dat deze foto hier ging verschijnen. En nogmaals bedankt ook aan alle vaste gasten die normaal gesproken op de Dutch Birding Dag zijn, die een stand vaak bij ons hebben. We hopen jullie allemaal volgend jaar weer te kunnen verwelkomen in Naturalis. Dus daar ook aan bedankt. Nogmaals, stem op de DB Most Wanted competitie. We hebben inmiddels ruim 170 entries, dus het gaat al goed. De lijst begint echt al vorm te krijgen. Dat belooft een mooie strijd te worden. En nou ja, als we ook maar een paar soorten van die lijst gaan zien het komende jaar, dan hebben we echt een topjaar. Dan als laatste, iedereen bedankt. Bedankt voor het kijken en hopelijk snel tot in het veld. Yes, oké. Dan is nu Dutch Birding out.